Oké, hallo allemaal en welkom terug bij aflevering 3 van Bleach Brave Souls. Vandaag gaan we hopelijk 2 summons doen. En gaan we de beginners challenges afronden. Ik speel nu op de emulator versie van de app dat ik heb gebruikt. Ik heb het even getest, dus ignore this. Even alles skippen zo, maar het is gewoon makkelijker voor mij. Ik hoef niet zo naar beneden te kijken. Of ja, jullie zagen zo niet naar beneden, te kijken. En ik kan gewoon deze kant op kijken. Het zal volgens mij nog beter maken als ik OBS hier zet. En... don't do that. Oké. Okay. Almost turn it off. Damn. Oh ja, een klein dingetje dat ik nog toe wilde voegen. Dat was de joystick. Nee. We doen het gewoon zo. Gewoon altijd die ding kopen. Het is niet zoveel geld. En je krijgt meer dan genoeg coins. Maar aan de ene kant heb ik iets van 2 biljoen ofzo. Is ietsjes langzamer, maar het valt mee, vind ik. Ik bedoel, het is een series voor beginners en zo ben ik ook meer een soort van beginner, vond ik. So what is this? Well. Apparently I wounded myself somewhere. Next quest. What better to play during the Kiara storm than Bleach Brave Souls, right? ik was even zo van even. Is mijn ally dood? Nee. Het is gewoon een andere compatriot die ik daar had gezien. Het leert een beetje moeilijk maar het is te doen. Oh ja, ik zie pas dat ik keihard moet levelen. Oh shit. Why am I still using this team? It's full level. Oh, well. Was dat Dylan? Was dat Dylan's character? Ik heb niet opgelet wie meer had genomen. En daar is mijn zusje. Ja, hij staat. Ja, dat moest hem zijn. Ja. God damn it.
Met zijn fucking spirit biakje. Yeah. Lucky bitch. I'm looking at you, Dylan. I'm looking at you. And I again forgot to check. Hey, gaf hier naartoe. En ik vergat weer om mijn gat van vier raken. Ja, maar minder. Dat is genoeg om te clearen. Dat is wat fijn is aan die sterkere vortexes. Vortexes op netcharacters zijn nice. Maar ik vind het gewoon zoveel beter op special. Ik bedoel SP characters. En daar gaat de wind. Doing its thing. Ik ben zo gewend om hier naartoe te kijken en nu moet ik hier naartoe kijken. Zeg me. Stoel bewegen. Zo. Het is een beetje zielig dat ik net Gunge heb gezien dat ik hier met Kei zit te spelen. Kaien. Wat ik wel irritant wil is dat ik zeg maar niet normaal kan lopen. Ik moet zeg maar dit doen. Ik moet flash steppen. Ik vind het niet dat ik flash step omdat ik niet alle karakters flash step. Oh my god. Flash step hebben, dus smeer een dodge. Of nee, hoe wordt het? Oh ja, sprint wordt het genoemd in de skills, ja. Want je hebt de skill sprinter waarmee je meer kan flash steppen, staat daarin. Want... Maar goed. Dus dit is final, man. Dan gaan we even de andere challenges doen en dan gaan we subbenen. En dat is voor ik deze episode ga afsluiten. Also, I'm not centered. Bursar didn't accomplish anything there, but okay. Do you reach? You do not reach. Okay. Come on, stupid AI. Fuck! Ik ben weer vergeten om van characters te switchen. En die Orohim is al zo lang level 40 voor mij. Oeh, twee royals terug. Ik had al hard. Dat was nice. Dat was nice. Situation, als je de anime terugbrengt, we need like a small little scene. Byakuya tegen Kaien, please. As if they ruined it, I've ever watched this. Yay, part 3. Dit betekent, als ik nu naartoe ga, yes, okay. Nice. Yay, 3, dat is totaal waar. Brave Battle, Cope Quest, Accessory, weet je wat? Heb ik? Nee. Ik heb geen mind character, dus. Ja. Je kan het gewoon uitgeven, het maakt het uit.
Oh shit. Omdat ik PvP moet doen, is het geen slecht item. De vraag is, ja, ik heb Renji en dinges. Even mijn team 1 veranderen. Haha, very funny. Funny, right? Haha. Of nee. Even deze team clearen. Ik kan de nieuwe limited time event doen, dus dat is nice. Hij mag gewoon daar weg. Er zit hem erbij. Oh, dit was een PvP team. Cool. Nou, we zien wel hoe deze team doet. Oké, waar waren we on the challenges? En cope. Cope een accessory. Doe het lekker op hem. Your feeling, I don't care. Nee. Hier, en ik laat het even doorlopen, ik weet niet. Oh, zo kon ik dit skippen. Why? 5k was volgens mij. Sick. Het is just, was het win of gewoon complete? Ik ga even kijken. Sick. Er staat win. Ik heb net 250 damage in totaal kunnen bij elkaar halen. Tegen wat moet ik spelen? Of ja, ik moet niet, maar wat krijg ik als mogelijkheid? 1200 attack. Sick. Ik wou net zeggen van hoe de fuck ligt Okiara nog? Is dat meegeteld? Het is win, oké. Het is 10 ook. Fuck. Goed. Dat dit de team is die er gebruikt is. Wacht, welke level was Ichigo? Niet hoog. Jawel, 200, shit. Dus dit zijn gewoon level 1 karakters, neem ik aan. Level 6. 70. Ja, dus dat gaan we niet doen. No, thank you. God. Damn. Ik loop hier een beetje achter. Fuck it. Wait, no fucking thing. Nice, oké. Dus je doet geen enkele fucking damage. That's sick. Ik heb nu een soort van zin om tegen deze man te gaan. Wat? Zo dom.
dacht al, geen enkel fucking damage. Krijn heeft wel wat damage gedaan, tenminste. Kan ik gewoon normale mensen vechten? In plaats van mensen met 200-300, dankjewel. Ik bedoel, dit vind ik nou weer te zielig, dus. Here we go. Kom op, Koon, je kunt het. Koon is OP. Koon is OP, oké? This guy right here. Oh, je kan mijn muis niet zien. This fucking guy right there. He's the man, oké? Nice. Hoeveel was dat nou? Nummer 4 volgens mij. Oh nee, 3. Nee, wel. Wacht. Nee, dat is voor Robins. Ja, nee. 3, ja. Hoe is dit? I'm doing it. Kom op, Koon, je kunt het. Mijn Orim is dood. Get the special. Damn it. Ze deden het best wel goed eigenlijk. This is not what I wanted, but refreshing. Come on. There we go. Lieutenant versus Captain. There we go. You won. Oops. Mouse was van de spel af.
Oké, dat was nummer 5. Nice. Nou, dit is wel het scorestukje. Reprenji. We gaan er uit een dinges. Heeft Renji nou serieus een ding aangehaald van ons team? Was dat team Vince? Wat? Ik dacht al. Hoeveel wel? 6, oké. Ik kan deze proberen. Wauw, oké. Okay. Ik ben een beetje slaperig. Damn it. What the fuck is this? Come on. Okay. Laten we even deze proberen. Get out of my face, Yurichi. Geef gewoon enemies op mijn level en dan vind ik dat goed dat je dat zegt. Twee uur. Alright, well, thanks for watching. Like, subscribe, all that kind of stuff. See you guys later. I'm joking. That's still stupid. That's very stupid. Als ik gewoon die drie gevechten even serieus had genomen, had ik dit probleem niet. Ik ben zo gewend op mijn main account, omdat ik zo lang... Ik heb volgens mij een jaar geen PvP gespeeld. En ik had gewoon zoveel tickets. Dat ik dat gewoon niet heb. Hoe wacht dat dit mee? Please tell me this cancer, sir. Different win.
die level 5 kan nog maar wat 8% hebben. Of wat is het 40? Is het 40 of 8? Ik weet niet. Damn, oké. Okay. Last ditch survival. Soms vind ik dat we hebben die raids. Sure. Oh, 80. Oké, ja, dit kan wel. Dit kan wel. Here's your fight. Kayan versus Byakuya. Yes! Show them what you got. Show them your Shiba powers, Kayan. Misschien heb ik dingen, tickets gekregen of zo. Did I get any tickets? Nope. Misschien hier ergens. Yes! Resurrected. Oh shit, that is her shadow. The guy from net volgens mij. Rank 1. No! Damn it. Wasted my ticket that I just got. Toshiro putting some work on the Jushiro. Damn. Yeah, no shit. Bit of a shadow, well. De kans dat ik ga winnen is klein, maar er is nog steeds een kans. Never mind, I'm dead. Get out of the vortex. No! Wait. Yes! Yes! Ik was zo van. Haal hem! Voor even leek het echt alsof iets gekocht had. Most intense moments in Bleach Brief Souls, right there. Oké, okay, dat kan zo. Laat maar. Ik wil zeggen, dat kan sowieso wel. Maar op toen was Lilith zo van. Of ja, gewoon een lolly volgens mij. Toen was het zo van. Nee. Als het goed is, is dit de laatste.
Use your vortex, come on! Oh shit. Cool. And it should be that. And you did. Nee, kan ik niet doen. Ik moet gewoon random matchen doen en ik moet gewoon even iets makkelijks uitkiezen. Fusion trial. Anyone? You're asking for anyone? Are you sure about that? Just gonna ready up. Fuck! Doe dit wel even. It's about to be a shit show. Kom op, Mugetsu, ik speel hier op een emulator, op een lager level en zelfs ik heb geen damage gekregen, jij wel, kom op. Dan kan je toch wat beter. Die vortex was zo ver. Get me out of here. Yay, that was aim. Van de veel. Oh yeah, spirit torps. Give me something else, please. 100 Should I just piss this guy off? Coin trial.
Oh, well. Ik wil even naar de stats kijken, maar hij was er van... Nah, gotta go. Signal failed. Oh, ik dacht al. Come on, Judai, let your game if come on. Dat is wat het fijn is aan deze emulator, want het neemt jouw telefoon en het stuurt het signaal van deze telefoon gewoon naar de computer via een USB. Dus er is helemaal geen delay en ik denk dat deze game gewoon op een normale emulator speelt. Op gewoon een algemene laptop of zo. Zie je, ik speel even goed als een Autobot. Dus op zich is het niet erg. Oh god. Why? Ik haat de AI van het selecteren van mobs. Oh, ik heb hem ook. Okay. Nice. Just gonna use it here. Why is my ear so itchy? Damn it. So, dat is nummer 2. A fusion trial. Iemand naar boven kom. Damn. Not like it makes it better or anything. Fucking het zit de spitje uit en het is wat stuk gekomen vanaf. Just really annoying my ears.
Misfits. No, no. It's not. It's the Misfits. Ow. Wauw, is het gewoon de AI van Keien of is het gewoon het feit dat ik gewoon een emulator gebruik? I cannot do any damage. Fuck off. Oeps. Nee, ik ga het gebruiken. Oké. Okay. Really? Right. Dat was nummer 3. Oeh, dit wordt even een video voor een uur lang. Hé, hey, ben een coin dinges. Ik zet keer, dat zeg dat keer, ik zet dat keer gewoon auto aan en ik zie wel hoe ver ik kom. Kudo, ready up. Come on, Kudo. I just noticed it's iets met mijn headset. Ik hoop dat alles zo goed werkt. Dat mijn mic al goed te horen is en shit. Nou, ik zat net even naar de camera te kijken en toen zag ik dat.
Out. Why? Ik bedoel, ja, ik snap dat het een beetje dat het een boost geeft volgens mij, maar. Dat was wat 4 ja. Ja. One last time. Ow. Nou, ik wist niet dat die beam zo goed was. Whoa, get up, get ahead. No, I'm dead. I'm dead. Okay. Freeze.
Dat waren de challenges volgens mij. Yeah. Heeft hij een frenzy? Ik denk het niet. Wacht. Wie heb ik eerst gekozen? Oh ja, Okiora, klopt. We hebben geen Okiora hier meer, dus. Dus ik heb wel een hard unit, maar. Hij heeft een fullscreener, dus. Alright, cool. Oh, je krijgt hier nog eentje, ja. Ja, dit is wat ik herinner dat de goede was, ja. Maar ik heb 400 orbs, dus we kunnen even gaan summonen. Kimpachi is een best goede unit, dus dat is waar ik ga summonen ook. Oh ja, en we kunnen ook nog eens orbs krijgen van dit, dus dat is ook netjes. Laten we zeggen, als ik boven de 500 uitkomt, dan ga ik wel wachten. Want ik wil wel weten of het inderdaad waar is dat Can't Fit on Your Own World gaat gebeuren. Voor midmand. Want we hebben wel een teaser trailer gezien. Als je in gaat loggen, dan krijg je hem te zien. Ik weet of ik het kan krijgen. Ik denk het wel. Ik ga wel even een multi doen voor. Oh, I guess I'm not, nee. Ik ga even kijken of ik binnen een multi die units kan krijgen. Zo niet, dan doe ik het wel. Alright. Eerst ga ik summonen. Welke quotas heeft deze? Is het gewoon een premium? Ja, oké. Weet je wat? Eerste ticket. Goed dat ik het niet had gekozen. Nice. Ik heb nu op letterlijk all my accounts. Dus ja, we doen even een multi. En dan houdt het op. Sick. Weet je
Did you really think I was holding that one multi? Ik ga multi op alles wat ik interessant vind doen. Ik heb meer dan genoeg manieren om orbs te verzamelen. Zie? Dit is waarom je een multi doet. Hi! Oké, dat is nieuw. Maar we krijgen dus geen Thousand Year Blood War characters. Hoe het werkt is, hij zet de nieuwste 5-ster, of ja, nieuwste karakter gewoon vooraan. En het gaat natuurlijk per sterrenhoogte ook naar beneden. Dat is hoe het werkt, de summons. Als je een 5-ster krijgt. Dat is hoe ik wist van, oké, ik krijg verder geen nieuwe 5-sterren. Volgens mij zag hij de laagste in de hele ding. Alright, last one. Not enough. Alright, dan hou ik gewoon wat over voor Midmond. Dat is fijn. Waarschijnlijk komt de volgende video pas bij de release van Midmond uit. Ik ben niet zeker of ik het verder nog ga opnemen of niet. In ieder geval komt dit uit op zondag en niet op zaterdag. Dat is omdat ik moe ben. Beetje. Dus sorry daarvoor. De volgende video komt wel uit op woensdag. Wanneer we als goed is al de informatie over Midmond al hebben. Misschien zelfs de 7 Stars. Soms hebben ze het op de 11e gereleased. Dus dat kan wel. In ieder geval, bedankt voor het kijken. Like, subscribe. All that stuff. Later.